Goeiedag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag, vrijdag 10 december. We starten deze uitzending wederom met een blik op de vaccinatie-dashboard. Dat doet dokter Sunita Nanan Pandey Gopisingh gisteren tijdens de wekelijkse COVID-19 persconferentie. Ook doet zij een presentatie over de stand van zaken met betrekking tot COVID in Suriname. Zoals we gewend zijn, de vaccinatiecijfers, het mooie overzicht. Waarbij we dus zien dat we het percentage aan volledige gevaccineerden, daar zitten we nu op 46,02%. En de boosters die gaan vrij hard. 11.629 mensen zijn al geboosterd. Het zij met AstraZeneca, het zij met Moderna, het zij met Pfizer. Het grootste aandeel zit wel bij Moderna. En daar zien we dan dat we op 2,41% zitten. Daaronder weer het overzicht van de 4 verschillende vaccins. Over de status van de vaccins, dat zult u straks horen door dokter Asin. En u ziet helemaal onderin, tot heden zijn er totaal 480.372 prikken gezet. Onze doelgroeppopulatie 12-plussers is nog steeds 481.651 mensen. Dat is het voor de vaccinaties. Volgende graag. Dit is de grafiek die ons een prognose laat zien. Prognose wil zeggen, we kijken een beetje in de toekomst. Aan de hand van huidige cijfers wordt er berekend hoe dit allemaal kan verlopen. Als je kijkt naar dat groene staafje, dat is de top van de vierde golf. Die zijn we gelukkig voorbij. He, je ziet dat, hoeveel aantallen we daar haalden per dag aan besmettingen. En dus ook de aantallen opnames en de IC-opnames aan de hand daarvan. Nou, dat is allemaal aan het dalen. We zijn daar rond 6 december het rode balkje. En als we dan helemaal vooruit kijken, dan zakt die steeds meer naar onderen. En dan zit je daar ergens op 17 januari, 7 februari. Dit is de situatie zoals hij kan verlopen als er verder niets verandert. Dat is een prognose. Je gaat uit van de huidige situatie en je berekent hoe dat kan gaan. En over dat stukje daarbij, tussen 15 november en 6 december, 27 december, daar maken we ons wel een beetje zorgen over. Omdat dat richting gaat de feestdagen. En daar gaat het afhangen van het gedrag. En ook de snelheid van de vaccinaties. Eigenlijk waar we nu opteren, dus wat ons in ons voordeel werkt, is de opgedane immuniteit van het deel van de bevolking dat reeds de ziekte heeft doorgemaakt. En het deel dat volledig gevaccineerd is en eventueel ook nog de booster erbij heeft. Dus dat is dat kleine beschermlaagje dat we nu hebben, waardoor die cijfers omlaag kunnen gaan en gaan. De feestdagen naderen en het baart enorme zorgen. Het hangt helemaal af van de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Willen we niet opnieuw belanden in een situatie waar de gevallen enorm zullen stijgen. Want als we nu moeten kijken naar het gedrag van de burger, is het niet uitgesloten dat wij ons gauw weer zullen bevinden in een nieuwe golf. Heel veel drukte op straat, mensen zonder mondkap in het openbaar, maar ook het feesten zal ertoe leiden dat wij opnieuw in een golf zullen belanden. Volgende concern, dus behalve dat we dus de feestdagen krijgen waarbij mensen de neiging hebben en we zien het al op straat, we maken ons daar echt zorgen over, de drukte. De nabijheid van mensen. Mensen gaan misschien wat minder snel een mondmasker opzetten. Minder de handen ontsmetten. Kortom, minder Mohana-regels in acht nemen. En dan hebben we dan als volgende concern, het zorgpunt, het ontstaan van het Omicron-variant. Daar heeft u ook al heel wat van gehoord. En dat gaat straks ook nog meer uitgelegd worden. Want Omicron zegt ons nog niet wat het gaat doen. Het kan nog alle kanten opgaan. Dus als er zijn twee scenario's. Mochten we vanwege de feestdagen, zoals we dat vorig jaar januari hebben meegemaakt,
toch weer die opleving krijgen, dan zitten we daar ergens tussen die 27 december en 17 januari, dat we daar het begin van een vijfde golf kunnen verwachten. Of als we echt kunnen uitgaan van die opgedane immuniteit, dan zeggen de epidemiologen, de mensen die die prognose maken, die dat vooruitzicht maken, dat we eind maart ergens toch wel die vijfde golf kunnen verwachten. Hoe ontstaat een golf? Een golf ontstaat wanneer mensen elkaar besmetten op grote schaal. Het kan een keer beginnen met een cluster ergens, een mass spreading event. Mm-hmm. En er zijn daar honderden mensen die besmet raken, of tientallen mensen. Die tientallen mensen gaan weer naar huis. Die tientallen mensen gaan weer werken. Ze gaan naar een feestje of ergens een zitje of een vergadering. Ze besmetten weer elkaar. En zo krijg je vanuit die cluster die er was, dus die één bron, weer, ze noemen het community spreading. En zo ontstaat een golf. En dan ga je werken eraan. Je gaat maatregelen verscherpen, dan krijg je kritiek, dat weet u. Ja. Alle lockdown gaat terug, uren gaan terug, et cetera, et cetera. Die mensen kunnen niet naar de sportschool, mensen kunnen niet naar het terras. Want overal waar je bent kan je het risico hebben op. U weet dat het zo erg was in de tweede, derde golf. Dat de overheidskantoren zelfs gesloten waren. Scholen waren gesloten langdurig. Omdat we ook onze kinderen willen beschermen. Ja. En dan merk je dat met de loop der tijd, in de loop der tijd, het aantal gevallen langzaam weer afneemt. Het moment en waarop wij varen als overheid is die R. Die R, zodra het onder 1 is, dan kan je al weten dat die golf aan het einde is. Dan had ik gezegd, ik heb in denk ik begin november gezegd, ergens derde week november gaan we uit die golf zijn. Het heeft iets langer geduurd, maar u ziet het, eind november, we zijn uit die golf. Als de samenleving massaal de COVID-maatregelen overtreedt tijdens de feestdagen, gaat de vijfde golf zich in januari al manifesteren. Aldus Sunita Nanan Pandey, voorzitter van de stuurgroep COVID-communicatie. Het is dokter Javier Asin die al lange tijd aangeeft dat we alvast onze borsten kunnen netmaken voor de vijfde golf. Die komt er zeker aan. Zoals het in de rest van de wereld aan toe gaat, wordt ook in Suriname een vijfde coronagolf verwacht. Ook de vaccins die aan het opraken zijn, baart zorgen. Die vijfde golf komt eraan en we have to brace ourselves, omdat dat best heftig kan worden. Maar over die vijfde golf straks meer. Ik heb eigenlijk belangrijker nieuws en dat is dat we uit onze voorraden vaccins zijn aan het eind van deze maand. Moderna, daar hebben we nog 900 doses van over. Met het tempo waarop het nu gaat, verwacht ik dat we overmorgen, dus zaterdag, de laatste dosis Moderna hebben gegeven. En van Pfizer hebben we nog ongeveer 20.000 over. En met het tempo waarin we nu vaccineren, denk ik dat Pfizer in de eerste week van januari op is. We hebben wel nieuwe Pfizer besteld. En we hebben ook wel hoop dat het op tijd komt. Maar die zekerheid hebben we nog niet. Dus ik spoor echt iedereen aan die nog voor de feestdagen gevaccineerd wil worden. Of die Pfizer of Moderna wil, om zo snel mogelijk naar een van de vaccinatiesites te gaan, om in ieder geval dat te krijgen. Vanaf januari hebben we dus dan in principe alleen Sinopharm en hopelijk ook Pfizer. Dus desma sawan tik aspoiti fos de fesikon umos go na vaccinatiesite. No wakti no dry dry, a Moderna sawe abi, a Clari bakatamara, a date bakatamara eigenlijk, a Pfizer sawe abi, dat Clari in januari. Dus baka jari disi, baka december, Sinopharm is na enige sawe abi, un senteki Pfizer, maar uno de zeker if en otenga ikon. Dus no de one of the Srana Mang, Wanf Unu, ze eindigt in een intensive care of erger. Koteka, Pfizer, everyone, Abi, Pfizer, Vos, A, Yari, Disiklari. Het zal dus niet lang meer duren alvorens Omicron zijn intrede doet in Suriname. Dat zegt dokter Javier Asin.
Hij geeft aan dat ons vliegverkeer wel gecontroleerd mag zijn, maar de grens met ons buurland Brazilië is heel makkelijk over te steken, soms te voet. En in Brazilië is het Omicron-variant al geconstateerd. De vijfde golf komt. Ik hoop natuurlijk dat die niet komt, maar er is maar heel weinig twijfel bij mij dat die gaat komen. En ik ben heel erg bang dat het hier ernstig zal verlopen. Omicron zal ook komen. Ons vliegverkeer is weliswaar goed gecontroleerd. Maar we weten allemaal dat onze Zuidoostgrens bijna te voet, maar in ieder geval met een simpele pick-up te crossen is. Het zijn veel mensen uit Brazilië waar Omicron al gezien is in de goudvelden. Er zijn veel Surinamers die dat goud brengen naar de stad. Om het te verkopen. Dus ik verwacht niet dat het heel lang gaat duren voor we onze eerste Omicron hier in Suriname zullen hebben. En daarna hou ik mijn hart vast. En ik heb al uitgelegd waarom. Ten aanzien van uitgaan, ik heb weer veel flyers gezien van feesten. Ik vind het niet verstandig. Ik hoop ook dat er beter gehandhaafd gaat worden, want het gaat anders heel dramatisch worden begin volgend jaar. Ik wil niet zeggen dat je niet uit kan gaan. Er is onze horeca die zich houdt aan protocollen. En ik zou zeggen, steun ook onze horeca. Het zijn mensen die aldoor hebben volgehouden onder moeilijke omstandigheden om het ons gezellig te maken. En dus als je uit wil gaan, kun je volgens protocol bij onze vrienden van de horeca flink aan je trekken komen. Het is bijna de normaalste zaak van de wereld. Juist ja, mondkapjes. Best lastig, want je krijgt het er soms warm van of ze zitten gewoon niet lekker. Maar toch is het dragen van mondneusbedekking een belangrijk wapen in de strijd tegen COVID-19. Maar waarom dan? Het coronavirus dat verspreidt zich door de lucht in vochtdruppels. Deze komen vrij als we praten, niezen, hoesten, zingen, lachen of schreeuwen. Deze vochtdruppels blijven zweven in de lucht en belanden na ongeveer 1 tot 1,5 meter op de grond. Daar komt dus ook de COVID-afstand van 1,5 meter vandaan. Een mondkapje zorgt ervoor dat een groot deel van de vochtdruppeltjes wordt opgevangen. De vochtdruppeltjes die niet door de stof van het mondkapje worden opgevangen, komen nu in golfjes naar buiten in plaats van in een stroom. Hierdoor kunnen ze minder afstand afleggen in de lucht. En dat is beter, want dat verkleint de kans dat ze terechtkomen op een andere persoon of een voorwerp. Dus waarom moet jij een mondkapje op? Het kan zijn dat jij drager bent van het coronavirus. Je hoeft niet eens ziek te zijn, dus je weet het niet eens. Maar je kan wel andere mensen ziek maken, want ze zijn kwetsbaarder dan jij. Dus neem je voorzorg, doe je mondneusbedekking op en bescherm anderen. COVID-19 de futang. Dat me kom kibri ons revi naar een trawang. Het is duidelijk, de vijfde golf komt eraan en de vaccins raken op. Laat je nu nog vaccineren, zolang dat kan. Het is voor jouw eigen veiligheid. Bescherm jezelf, maar ook de mensen om je heen. We zijn aan het eind gekomen van dit journaal. Ik wil je een heel goed en veilig weekend toewensen en aan de mensen die toch besluiten te trekken naar illegale feesten. De politie zal er alles aan doen om dit te voorkomen, dus doe het liever niet. Wij gaan eruit, tot de volgende keer.